had de mus kunnen zo lekker mopperen. Komt er een nieuwe straatverlichting die veel energiebesparing oplevert, dan kan niet iedereen daar kennelijk positief over zijn. De kleur lijkt te groen te zijn. Waarom die kleur bewust gekozen is, laten we in het nu volgende filmpje zien. Of dit het einde van alle discussie zal zijn, betwijfel ik. We doen natuurlijk al jarenlang met de huidige armaturen. En deze waren aan vervanging toe. En dat is voor ons het goede moment om dan nu ook over te schakelen op LED-verlichting. En als we nieuw aanleggen, zoals straks in Assenraden en op andere nieuwe straten, dan zullen we ook zeker de LED-verlichting gaan toepassen. En de energiebesparing is natuurlijk aanzienlijk. We gaan 60% besparen op de energiekosten en dat is een behoorlijk bedrag. Qua lumen is er dezelfde hoeveelheid licht wat eruit komt? Nee, het is in zijn geheel is het iets minder aan lichtniveau. Maar hier was een overdadig lichtniveau, zeg maar. Normaal gesproken proberen ze met straatverlichting wel zoveel mogelijk de kleuren te krijgen, zeg maar. Te fabriceren wat hier al aanwezig is. Hè. Dus het gele licht wat we hier in deze straat hebben. En, maar in wezen kun je met LED alle kleuren krijgen. Maar je pakt natuurlijk wel een kleur die gebruikelijk is, zeg maar, voor straatverlichting. En dat wordt zoveel mogelijk wordt ook nageboden. Zijn er ook andere kleuren mogelijk? Waarom voor deze kleur gekozen is? Dit is onze Moonlight. Dat is een lichtkleur die nagenoeg wit is met nog een groene vleug. Waarom groen? Het menselijk oog ziet bij lagere lichtniveaus. En openbare verlichting bevindt zich in het lage lichtniveau. Onze ooggevoeligheid verschuift van het oranje-gele licht naar het groen-blauwe licht. Met LED kun je ten opzichte van conventionele verlichting specifieke kleuren aanbieden. Dat betekent dus dat je een pure groene LED met puur blauw en puur rood wit licht kunt creëren, waarbij wij rekening houden met de ooggevoeligheid van het menselijk oog, zodat je met weinig energie toch goed zicht kunt creëren. Je zult ook zien dat je ziet hier de rood gemarkeerde fietspaden. Die zullen ook duidelijker zichtbaar worden ten opzichte van de zonverlichting die hier aangebracht is. Ja. Het amberkleurig licht van zon, daarbij is de kleurherkenning duidelijk minder. En een betere kleurherkenning komt en een beter contrast komt de veiligheid ten goede. Ja.